kwijt. Volgens mij voelen ze zich hier aardig thuis op de vierde verdieping in het kunstencentrum. En dat is ook wel logisch, want dit is de plek waar zij workshops zullen krijgen en cursussen en masterclasses. Eens even kijken waar ze nu zijn. Ik ben op zoek naar talent. Daar ben je. Oh, hi. Ja, waar is hier? Waar is iedereen, joh? Ja, hier. We zijn in hele andere hokjes aan het repeteren. Want het is geluidsdicht. Je doet de deur open en je hoort geluid, maar als je het dicht doet, is het gewoon stil. Dus we horen nu helemaal niks, hè? Nee. Maar ik kan je even laten horen. Ja, heel klein beetje, heel klein beetje. Oh, ja, daar zijn ze. Dit is Nika en Davy. Zullen we ze met rust laten? Ja. Gaan we verder. Veel succes, hè? Ja. En dan moet je wel weer dicht doen. Ja. Nu hoor je weer niks. Top. Handig, hè? En hoeveel van die hokken zijn er? Ik denk wel 4, maar meer denk ik. Oh, hier is er weer een. Ja. Ah, een hele band. Ja. En ik hoor helemaal niks. Even kijken, hoor. Wie zijn dit? Schitterend, schitterend. Ja, echt heel goed. Met wie hebben we het genoegen? Als band bedoel je? Plus 1. Catchy naam hoor. Vonden we zelf ook. Nou staan ze hiernaast ook te spelen, heb je daar geen last van? Ik heb er niks van gehoord. Ik keek net toevallig om dat ik het zag, maar ik heb er niks van gemeen. Oké, nou ik zal jullie niet langer lastig vallen. Veel plezier nog. Dankjewel. Nou daar gaan ze hoor. En je hoort echt helemaal niks. Top. Wat zit hier nou? Oh, stil. Oh, een harp. Jessica. Jessica? Ja, Jessica. Ja, en nu gaan we echt naar iets compleets anders. Ja, ik hoor het stiekem al wel een beetje buiten. Het kan alleen maar betekenen dat het alleen nog maar erger wordt. Ja. Dan gaat hij. Dan stap je 1. Oh, nee. Hartstikke leuk hoor. Leuk hè? Kom, we gaan weer naar buiten. Nou, na de zomer beginnen de echte cursussen hier in de oefenruimtes. Maar in juni is er al wel een theatrale finale in de kleine zaal. Kleine zaal? Ja, de kleine zaal beneden. Daar gaan we nu kijken.